Oh yes, midden in een zandstorm beginnen wij hier aflevering 3 van Ark Survival Evolved op de racht naar Rock Server. Yes, onze raptor krijgt een naam, dat waren we nog vergeten. Maar dit is dan natuurlijk Delta. Als je Blue, Charlie, dan wordt het Delta. Hier gaan we. De eitjes liggen uit te broeden. En het is het begin van de dag. Dan is het nog niet te warm voor de eitjes. We zullen dat wel even in de gaten moeten houden. Maar het mannetje zetten we uit voor de breeding. En hier hebben we Dief. What? Dief? Yep. Ik was wat aan het harvesten. En gelukkig had ik eraan gedacht voordat wij op pad gingen om met your berries in het laatste itemslot te doen. En deze dief hier, die stal onze Matthew Berries en werd ons vriendje. Oh, Mropsy, wat ben jij een beest. We hebben superveel gefarmd. Mropsy is zelf een thatch machine. En ik heb materialen gefarmd. Wij zijn materialen nodig, we zijn altijd meer materialen nodig. We zullen altijd moeten blijven farmen. We hebben een goede hoeveelheid metal. Ergens, ik weet niet helemaal mee waar of dat mijn metal is. En oh yeah, OG2, damn. OG2 ziet er goed uit, dames en heren. En nu moet ik heel even kijken. OG2, wil je bij me komen? Oh sweetie. Ik denk ook dat ik hem hier probeer op te pakken, maar dat het niet helemaal lukt. Omdat ik vergeten ben dat ik Dief nog op mijn schouder heb. We zijn nog in narcotics aan het maken. Spark powder aan het maken. We hebben al een grote hoeveelheid gunpowder gemaakt. Oh yes. Damn, ik heb er weer zin in vandaag. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. Even kijken bij de eitjes. Oké, ze zijn nog aan het incubaten. En ik denk dat wij Mropsy. Oh ja, die had ik nog. Oh, ik heb nog een matchups gezien tijdens het harvesten off camera. Dus ik dacht van, oké, dan doen we dat on camera. Dus we zetten hier de recording aan. En alvast een disclaimer. Hier heb ik overigens heel veel cactussap gefarmd. Elke keer weer terug naar daar. Later kom ik erachter dat er verderop ook nog wel meer cactussen zitten. Maar dat wist ik niet op dit moment. Maar we hadden een mushrooms gezien. En die mushrooms die wou graag een rare mushroom. En omdat wij die crystal trip hebben gedaan in de vorige aflevering, hadden wij rare mushrooms. Dus ik ga er hier weer op uit om die mushrooms terug te vinden. Want hij liep hier ergens. Ongeveer. Een mushrooms is een ideale farming dino. En natuurlijk, we hebben een optie met een mushrooms erbij. Zou ik niks tegen hebben. Maar kunnen hem niet weer vinden. We vinden hier nog wel een Dodicerus. En ik vergeet dat ik Backspace aan heb. Maar die is level 50. Ik weet het nog niet helemaal. Want we zijn nog niet op de plek waarop dat ik wil blijven wonen. En om nu al te veel dino's te gaan temmen. En vooral trage dino's. Daar zit ik zelfs nog vast. Hier vinden we nog een Procoptodon. Lijkt me ook heel cool om eens een keer weer de map over te scheuren. Op een Procoptodon. Maar zelfs vanaf boven kunnen we die mushjobs niet weer vinden. Wat zien wij hier? Misschien een betere farming dino? Thorny Dragon. Level 140. Let's go. Dat is een dino die we nodig zijn. Nog steeds in het midden van de zandstorm. Lukt het ons toch nog om het te vinden. Daarachter zien we een Paracaritarium van level 25. En een Thorny Dragon die tempt op met Prime Meat. Paracaritarium. Oh ja. I'm in a pickle. Oh, ik jumpte naar beneden en ik zat hier helemaal vast. Oh, damn it. Daar gaat dan ook nog mijn hatchet kapot op het moment dat ik die stone weg wil hakken. Let's go. We hebben de basis nog even een beetje aangepast. Ik heb de ceiling gesnapt op een pillar, zodat er dan nog net weer een halve ceiling oversteekt. Hoe gaat het met onze eitjes? Too hot. Oké. Laten we ze maar weer opruimen. En nu de zandstorm weer weg is, dan ziet het er weer een stuk beter uit. Die raptors die zijn weer mooi zoals dat ze horen te zijn. De beesten ziet er weer uit zoals dit die eruit hoort te zien. Die laat ik nog even aan de binnenkant de ceilings zien. Deze Kalimimus. Hier wil ik een screenshot nemen. Alleen, ik drukte controle in plaats van alt voor de screenshot. En ik vertelde iedereen dat ze die Kalimimus dood moesten maken. Oeps. Dat was niet de bedoeling, want die Kalimimus was nog hoog level ook, dus die hadden we nog weer goed kunnen temmen. We hebben Mushrooms en inventory hier leeggemaakt. En ik denk
Oh ja. Wat wij natuurlijk ook nog nodig gaan zijn, is human hair. Wij willen straks baby's breeden. En voor baby's breeden zijn we een nanny nodig. Want ik ben te lui om elke keer weer terug te lopen om die imprinting te doen. Dan ga ik het de helft van de tijd weer vergeten. Of ik kan niet online zijn en dan missen we het. Dus we beginnen alvast met ons haar te knippen. 30 keer human hair. Dat is een stap in de goede richting. En onze raptors. Hier halen we nog even prime meat eruit. Want ik bedacht me nog, we hebben hier genoeg prime meat. Dus hoeven we helemaal geen prime meat van die Perkeratarium te farmen. We nemen nog even wat gewone meat mee. En ik denk dat wij er klaar voor zijn. Wij gaan die Tony Drekken proberen te temmen. Oh yes, ik heb er zin in. Mijn idee hier is, laten wij eerst die Tony Drekken van level 55 doodmaken. Marapsi is een beest. Marapsi is super sterk. Dat weten wij nog van de vorige aflevering. En Marapsi ziet er zo goed uit. Met die oranje waterbulten. Zouden we het maar zo moeten noemen, denk ik. Ja. Marapsi. Marapsi is een beest. Marapsi is sterk. Hier lukt het ons nog enigszins om alleen de level 55 bij ons te hebben. Gezien die level 140 nog het druk heeft met... die darts, of wat ze ook maar uit de staat schieten op ons te schieten. Dus die blijft nog even op afstand. Kunnen we al wat damage doen. En onze screen, die flash natuurlijk een beetje baars. Gezien zij toch ook wat torpo doen. Maar ik maak me nog niet zo heel erg druk. Want Mrapsi heeft best wel veel torpo. Dus dat komt wel goed. We doen onze stone arrows erin. En misschien had ik hier dan nog even moeten controleren. Maar ik ben van mening dat Mrapsi dit makkelijk kan tanken. Want Mrapsi is een beest. We killden een Perkeratarium zonder problemen. Dus... Mrapsi die kan dit wel tanken. We zien al dat hij erg bloody wordt. Onze arrows doen goede damage. Dus dit is een makkie. Die level 55 die zou zo dood moeten zijn. Jup, daar gaat hij. Boom. En jup, we hebben gelukkig wel de juiste gekild. Hier vergeet ik alleen het punt om te checken hoe het gaat met Mrapsi's life. En eigenlijk niet zo heel erg goed. Mrapsi die krijgt damn een lading damage van die... Tony Drakens. En dit geeft mij eigenlijk alleen maar het idee dat ik die Tony Drakken nog graag wil hebben. Want, yes, als die zoveel damage doet op mijn Mrapsi met de zadel, hoeveel damage kan die dan doen op een dino zonder zadel? Nee. Laten we in ieder geval gewoon pijlen schieten. En we doen een paar honderd torpoer en we moeten een paar duizend torpoer doen. Dus we gaan hier nog wel even mee bezig zijn. En ondanks dat ik hier weer backspace uit heb gedaan... heb ik niet helemaal door hoe snel of dat hij Mrapsi's life wegvaagt. Want hij vaagt het gewoon weg. Hij laat er niks van over. Die Tony Drekken die valt ook zo verschrikkelijk snel aan. Dat is niet normaal. We hebben nog maar 1500 torpo gedaan. En als wij nu al een beetje spieken naar het life van Mrapsi. Ik heb het zelf nog niet door hier. Maar oh nee. Ik zit nog vast ook. Oh kijk eens hoe erg dat Mrapsi eruit ziet. Dit is niet gezond. Dit kan niet de bedoeling zijn. Arme Mrapsi. Dus time for a change of plans. Change of plans. We moeten vluchten en raken op het moment dat hij naar ons toe komt lopen. Maar gelukkig is Mrapsi nog steeds sneller. En het voordeel is dat hij ook de hele tijd op ons probeert te schieten. Dat houdt in dat hij afgeleid is. Waardoor wij ook weer op hem kunnen schieten. En gelukkig doen wij wel meer torpor op hem als hij op ons doet. Op dit moment, arme Mrapsi. Oh mijn god, wat doe ik je aan? We hebben je nog maar net. En nou doe ik je dit al aan. Wat? Dit ziet er ook echt wel heel snel uit. Onze super dino. Onze eerste team die we kunnen rijden. Onze eerste team die voor ons kan harvesten. En we mishandelen jou. We hebben je al Perkeratariums laten tanken. En nou laten we je ook nog een Thorny Dragon tanken van level 140. Oh mijn god. Let's go! Dit ding moet knock. Dit ding moet neer. Want ik vrees voor het leven van Mrapsi. Nee. Als we gaan verhuizen, dan zijn we Mrapsi zeker weten nog nodig. Oh, voor het besjes farmen. Voor alle narcotics die of dat wij nog nodig gaan zijn. Voor alle teams die of dat wij nog willen gaan doen. Oh my god. Dit is niet goed. Ik wil dit niet. Nee. Kom. Oh, wees dan voorzichtig. Oh, damn it. Dit is... Juggle. Dit is juggling act. Tussen damage ontvangen op Mrapsi en torpoer dealen op de Tony Drekken. Maar hier lijkt het erop dat de Tony Drekken zijn torpoer hoog genoeg is dat hij voor ons weg probeert te rennen. En...
Wat is dat dan weer een heerlijk gevoel. Normaal vind ik dit vervelend. Maar dan moeten wij weer achter staan. Moeten we zorgen dat ze niet in het water komen. 3600 torpedo's van de 4200. Dus dit gaat helemaal goed. Hij vlucht toch nog weer het water in. Maar gelukkig is Maropsi ideaal. We dwingen hem weer terug naar het land. En Ark die vergeet dat ik hem daar raakte. En daar miste ik hem. Maar we doen net alsof het ook weer aan Ark lag. Want dat is makkelijker. Gewoon een ander de schuld geven terwijl wij slecht waren. Oh, dat lag wel weer aan Ark. Oh, dit ding. Ik wil hem zo graag hebben. Hij moet gewoon neergaan. Want dit is wel een desert gedeelte van de map. En in het desert gedeelte, je weet maar nooit wat of dat er op de loer ligt. Om de hoek. We kunnen nu geen headshots meer maken, maar we kunnen hem wel raken. En het kan niet lang meer duren. Bijna 3900 torpedo's van de 4200 torpedo's. En wij gebruiken misschien onze pijlen niet optimaal, omdat we ze te snel achter elkaar schieten. Maar dankzij Maropsi hebben wij zoveel materialen al gefarmd. Ik kan niet meer zuinig zijn op deze tankpijlen, want... Oh, yes! Tourney Dragon. Het is nog een vrouwtje ook. Die is neer. Level 140. We hebben Prime Meat ready to go. Maar Maropsi. Arme Maropsi. Wat ben jij al ver dood. Heeft nog 600 life over van de 3000 die of dat ze had. Dus het is spannend geweest. Oh yes. Zijn food is aan het drainen. Het gaat mooi naar beneden. Het gaat wel even duren. Zijn torpedo gaat gelukkig niet super snel naar beneden. 15%. Oh. Yes, let's go. Dit wordt een beest. Gewoon, voor mijn eigen gevoel, doe ik er een narcotic in. Maar volgens mij is dat niet nodig. Hier zijn we een klein stukje verder. En we waren daar nog met Maropsi, ik denk een beetje aan het farmen. Besjes aan het farmen. Komt er in één keer een wolf in onze nek. Oh nee, ik dacht dat we veilig waren. Dat Maropsi al leven gered was. Ik bola haar nog, er zitten daar nog mieren. Oh, hem, haar. Ik weet niet meer of het een mannetje of een vrouwtje was. Ik schiet er nog weer een pijl op. En ik denk, oké, nevermind. 2700 torpedo's. Misschien hadden we hem dood kunnen schieten met onze pijlen. Maar nogmaals, die mieren die vielen Maropsi ook aan. Als Maropsi zonder torpedo's komt te zitten. Ik probeer die mieren hier nog dood te maken. Of, zonder torpedo's. Wat zeg ik nou dan? Zonder stamina komt te zitten. Dan kan Maropsi niet meer vluchten. En dan is mij de kans te groot om hem kwijt te raken. Dus ik ben gevlucht naar de base. Wij hebben hier natuurlijk nog weer narcoberries gefarmd. De dames gaan op follow. Blue gaat met ons mee. Ik vergeet hier nog om de narcoberries in de Mutter en Pestle te stoppen. Wij moeten onze dino's nog oplevelen. Want dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. Ik was eigenlijk ook niet van plan om deze OG's, de original Raptor Pack, te gebruiken om mee te vechten. Maar die wolf... Die geeft ons geen keuze. We gaan naar de 1200 HP op de dames. Blue, onze perfect team hier, die heeft 2000 HP. Als we dat vergelijken met de 600 HP van die wolf. En die wolf heeft natuurlijk geen zadel. Onze raptors hebben een zadel met 25 armor. Oh, die wolf heeft geen schijn van kans. Wat, ik vrees ook nog. Als het goed is, valt een wolf en Tony Drekken niet aan. Maar op het moment dat Tony Drekken tempt, weet ik niet goed wat of dat die wolf doet. Hier hebben ze alweer met de mier afgerekend. Wat of dat net niet wou lukken. We vinden de wolf. We vinden ons doel. Hij moet dood. Dit kunnen we gewoon niet. Ik vind het wel heel erg zonde. Want het is een hele mooie wolf. Ongelooflijk mooi. Zo helemaal wit. Leek mij ook wel weer een hele vette team, maar jullie weten het. Ik vind bijna alles een hele vette team. En die wolf, hij heeft geen schijn van kans tegen de Raptor Pack. Ik mis hier op dit moment wel Delta. En misschien komt het omdat ik hem de naam Delta heb gegeven. Maar ik ben hem vaker kwijt geweest. Dit is niet allemaal op opname gekomen, maar ik heb geen idee waar Delta uit hangt. Maar op het moment dat wij hier weer naar de Tony Drekken toe lopen, zien wij dat... Delta in één keer weer verschijnt. Ik weet niet wat of dit hier aan het doen is geweest al die tijd. Oh, we hebben de narcoberries bewust meegenomen om hem nog even wat te geven. Maar dat is helemaal niet meer nodig, want hij is al bijna getemd. Kijk, Delta. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar nou was Delta er in één keer weer. Onze wild female Thorny Dragon. Hoeveel voer ben jij nog nodig? Oh, yes, dit gaat lekker. Hij is er aan toe. Onze Thorny Dragon level 2. 109 en ik noem maar Bronny. Bronny. Yep. Ik ben nog steeds geen ster met namen, maar we noemen haar Bronny. En hopelijk is dit ook de laatste aflevering waar we een voice-over doen. Als jullie het juist leuker vinden dat ik ze met voice-over doe, laat me dat dan even weten. Want dan gaan we dat gewoon vaker doen natuurlijk. Maar
ken je hem, die Tino ziet er goed uit. Let's go. Wij gaan met deze pack back to base. En eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoeveel damage Brawny kan doen. Deze Morelleptops is mijn level 20. En misschien is het een beetje sneu. Maar let's go. Het nadeel is, onze Raptors zijn zo verschrikkelijk veel sneller als dat Brawny is. Dat Brawny bijna geen hits erin krijgt. Maar, doe maar. We farmen nu in ieder geval wel een goede lading aan meat, aan hide. Dat zijn we nodig. Vooral ook als we wel daadwerkelijk willen verhuizen. We moeten nog zadels maken. En dan zijn we daarvoor nodig. Nu vergeet ik dat Brawny niet zo goed is in zijn pathfinding als dat Charlie is. Want Delta is weer zoek. Ik heb geen idee. Nou kwam die weer veel later aan dan Charlie. Ik weet niet hoe of dat kan. Brawny die zit hier in ieder geval vast tussen de bomen. Brawny? Brawny, kom. Brawny? Oh my god. Wij zijn back at base. En dit is misschien het moment om... ik gebruik keybindings bij mijn recording programma. En tot aan dit punt is het er eigenlijk allemaal goed gegaan. En is er niet zo heel erg veel aan de hand. Kom op. Ja, volgende. Laatste. Maar als ik shift inhoud, werken mijn keybindings niet. Maak je niet druk, ik heb dat nu gefixt. Als ik shift inhoud, werken mijn keybindings ook. Ik heb er gewoon een dubbele keybinding aan gemaakt. We maken in tijd nog even een zadel voor onze nieuwe Thorny Dragon Brawny. Oh, misschien Charlie Brawny, ik weet het allemaal niet meer. Thorny, maar goed. Die keybindings werken dus niet helemaal. Dus eigenlijk na dit punt nog niet helemaal... heb ik juist het verkeerde opgenomen. Dat wat ik normaal niet laat zien, dat ik een hele nacht stilsta en een beetje dingen aan het craften ben en een beetje aan het farmen ben en noem het allemaal maar op. Normaal knip ik dat eruit en laat ik juist zien wat ik tussendoor doe. Maar, oh, damn die keybindings. Het werkte niet zoals dat ik wou dat het werkte. Dus ik had juist opgenomen wat ik niet wou laten zien en niet opgenomen wat ik wel had willen laten zien. Dus ik heb nou in de edit er een heel stuk weg moeten laten. Eigenlijk baal ik er wel van en ik kan ook niet zo heel goed meer vertellen wat of dat we gedaan hebben. Maar straks kunnen we in ieder geval nog wel een heel stuk zien van wat we wel hebben gedaan. We gaan er nu in ieder geval nog even op uit met Brawny. Want wij zijn hout nodig voor wat ik van plan ben om straks nog te gaan doen. En hier gaan we ook nog even een damage check doen met Brawny. Want dat heb ik net niet goed kunnen zien. En 124 damage. Dat is zoveel hoger als dat onze mate boosted raptors doen. Dus het naam Brawny komt nu eigenlijk wel weer heel goed uit. Hij farpt ook ongeveer evenveel huid van die Jaboa's als dat ik zou doen met mijn hatchet. Dus daar hoeven we ons ook niet druk om te maken. En dit zijn dan nog een beetje de punten waar het wat fout is gegaan met het opnameprogramma. We hadden nog met besjes gefarmd met Brawny. Mropsy. Die geneest een klein beetje sneller als dat ik verwacht had. Dus dit komt wel weer helemaal goed. En die gaat het wel overleven. En hier denk ik, mij lijkt het nog wel een goed idee om een feeding trough te gaan bouwen. We hebben nu in ieder geval zoveel dino's dat het handig is. Want anders vergeet ik er weer eentje te voeren. En daar wordt het niet beter van. Hier rennen we gauw nog even. Nog een klein stukje uphill vanaf onze base. Daar is metal genoeg. Halen we nog wat metal voor die feeding trough. Onze eitjes die liggen weer uit te broeden. Oh. Yes, en de feeding trough hebben wij staan. Hier gaan we eens even goed voeren en doen voor ze allemaal. En in ieder geval besjes. Want onze arme Mropsy, die is besjes nodig. Heel veel besjes nodig, volgens mij op dit moment. Oh nee, we hebben natuurlijk ook Jerboa en de Pekkemastaks. Die eten ook besjes, dus ook besjes zijn we nodig. Gauw wat meat erin. We zouden genoeg meat moeten hebben vanuit die tame die we net hebben gedaan met Brawny. En daar hebben we geen mutton. Hadden we maar mutton. Dan ging het helemaal nog sneller. Wat? Geef me die raw prime meat. Raw prime meat, heb je in. En nou springen wij een stukje in de toekomst. Het punt is bijna daar. Oh, damn it. Hier hebben we wat gemist. Maar, hier, onze eitjes, die liggen weer uit te broeden. En ik leg ze steeds weer neer. Ze zijn too hot. Egg health is ook alweer flink naar beneden gegaan. Wij zijn een airconditioner nodig, maar ik twijfel nog steeds... of wij dat hier willen gaan doen. Of dat wij gewoon met deze kleine groep aan dino's die of dat wij nu hebben. Gaan vertrekken naar een nieuwe basis. Misschien zijn we eerst nog wel een andere flyer nodig. Een snellere flyer. Dat we een beetje beter kunnen ontdekken. Wat of dat er allemaal gaande is. Voordat wij gaan proberen te verhuizen. Misschien is dat nog wel een heel goed idee om eerst te doen.
Ja, die kan wel uit, want alle metal is inmiddels gesmolten. Zoals ik zei, er is een flinke jump cut gemaakt hier al. Hier hebben wij, Mropsy, die heeft al een goede hoeveelheid aan bouwmaterialen in zijn inventory. Ik heb een starterblok bij mij van S+. Maar we gaan hier eens even beginnen. Ik had hier het idee, voordat wij überhaupt vertrekken, lijkt het me wel heel vet om hier een toren te bouwen. En de toren is een beetje het idee, dit gaan wij dan op meerdere plekken bouwen. We hebben geen teleporters hier. Dus ik wou eigenlijk een torenontwerp maken, dat wij op meerdere plekken neer zouden kunnen zetten, om dat als tussenstopstations te kunnen maken. Misschien zelfs wel bedden erin zetten, zodat we daar kunnen spawnen als het dichter bij ons death point is. Als dat onze main base is. Misschien moeten we er zelfs wel standaard flyers in gaan zetten. Zodat als wij doodgaan in de buurt van die tower, dat wij die flyer kunnen gebruiken om weer bij ons lijk te kunnen komen. Ik weet het nog niet zo heel goed, maar dit is het eerste ontwerp of wat wij ervan gaan maken. En natuurlijk weer rond. Jullie weten het, ik ben groot fan van deze ronde builds. En hier is het gelukkig wel weer goed gegaan met mijn keybindings. Er is wel veel uitgeknipt. Jullie weten, bouwen, dat duurt lang. En ik was ook van mening dat ik van tevoren exact de juiste hoeveelheid bouwmaterialen had gemaakt. Ik ben minder goed in wiskunde als dat ik dacht dat ik was. Laten we het daarop houden. Ik heb zelfs ook nog de fout gemaakt hier op dit moment. Dit zijn gewone Adobe Walls en geen eens S+ Adobe Walls. Volgens mij maakt dat later niet zo heel erg veel meer uit. Maar ik wou hem 3 hoog maken. En nu kijk ik ernaar en vanwege de breedte is 3 hoog niet hoog genoeg. Later bedenk ik me, ik had hem gewoon niet zo breed moeten maken. Ik had hem al bij dat eerste rondje de walls op moeten gaan zetten. Helaas hebben we dat niet gedaan. Ik denk wel als we nog weer zo'n touw gaan maken, dat ik hem smaller wil maken onderaan. Want hij lijkt wel heel lomp, heel groot en grof. Op het moment dat ik hem aan het bouwen was, dacht ik van, wij zijn natuurlijk wel ruimte nodig om enigszins onze spullen in te kunnen zetten. Als wij er een bed in willen zetten en een dino in willen zetten, dan is die onderste base tower misschien niet groot genoeg. En hier denk ik nog, misschien lijkt het beter als ik er een klein platformpje omheen bouw. En ik denk ook haast dat dit nodig is, omdat hier hebben we natuurlijk, op deze server hebben we niet de OP settings die of dat wij hebben in onze Ark IP. Internal server settings. Daar kunnen wij vrij bouwen zoals dat wij graag willen. En dat is op deze server niet helemaal het geval. Hier zijn er nog wel een aantal bouwregels waar dat wij ons aan moeten houden. En dat maakt het soms een beetje lastiger. Dan ben je ook weer foundation supports nodig en noem het allemaal maar op. Maar het gaat ons lukken. Wij kunnen dit. We gaan nu werken aan het plafond van de eerste verdieping. Die ramps die of dat we daar hebben geplaatst, die zijn eigenlijk alleen maar geplaatst zodat wij iets hoger erbij kunnen komen. Deze ladders, die zijn dan weer permanent. Die gaan wij gebruiken om van beneden naar boven te komen. Dat gaan jullie nog vaak genoeg zien, maar dat gaan wij nog een aantal keer doen in deze video. En als jullie het leuk vinden dat ik het zo het bouwen laat zien zonder dat ik het versnel, laat me dat dan even weten. In eerste instantie was ik wel van plan om het te gaan versnellen. Alleen omdat ik zoveel beeldmateriaal kwijt ben geraakt. Doordat ik ruzie had met mijn keybindings. Hebben we eigenlijk alle tijd om eens een keer rustig door een beeld zoals dit heen te gaan. Dat we het helemaal kunnen zien. En rustig kunnen zien. Dan kun je misschien ook beter zien hoe dat alles geplaatst wordt. En hoe dat ik alles opbouw. Ik moet wel heel eerlijk zijn, deze beeld ging niet helemaal zoals dat ik graag wou. Misschien zijn we ook al wel een beetje verwend met, zoals ik zeg, op de instellingen op onze Ark Eternal server. En daar hebben we natuurlijk ook Architect. En Architect maakt het bouwen een heel stuk aangenamer. Niet een heel stuk, een verschrikkelijk stuk aangenamer. Laten we niet te nederig zijn. Architect is een geweldige mod. Vooral als je iets wil bouwen. En misschien ook wel een beetje cheaty, maar bouwen in Ark is cool en het is nodig. Alleen het vergt zoveel grinding en zoveel tijd en zoveel wetenschap van hoe of dat je alles wel en niet kunt plaatsen en wanneer wat wel wil snappen en wanneer iets niet wil snappen. En dat architect die maakt die grind gewoon een klein beetje minder, wat ik zeer belangrijk vind. En
Zoveel kan ik niet tillen. Ik heb nog geen insane weight. We zijn nog wel een insane hoog level. Maar hier gaan we weer hetzelfde doen. Als dat wij ook al op de Architurnal Silver hebben gedaan. En hier gaan wij er een klein plafonnetje onder bouwen. Zodat wij een beetje een solide laag krijgen. Vanaf dit punt, moet ik ook heel eerlijk zeggen, werd het een klein beetje vervelender allemaal. Ik kon er niet helemaal bij, dus we moesten steeds op Mropsy om erbij te kunnen. Hier wil ik nog heel even proberen, want dit is hoe ik het op de andere server zou doen. Dan haal ik gewoon deze ceilings weer weg, zodat ik de ceilings eronder kan plaatsen. Maar zoals jullie zien, dan gaan de helft van de ceilings weer kapot. En, yep. Dus dit is niet de manier hoe wij het kunnen gaan doen. Nu ik er zo op terugkijk, had dat natuurlijk wel goed gekund. Maar dan had ik misschien eerst die triangle ceilings weg moeten halen. En daarna de straight ceilings weghalen. Dan hadden wij die hele rand nog weer weg kunnen halen. Dan was het voor mij, denk ik, wel een heel stuk makkelijker geweest. Maar daar kom je dan nu achter. Deze onderste ladder, overigens. Ik krijg hem niet goed gesnapt. Hij wil niet meewerken. En dit is dan ook echt nog wel een van mijn grootste irritaties aan het bouwen met vanilla bouwmaterialen. Het wil niet snappen waarof dat het aangeeft dat het gaat snappen. En S Plus maakt dat echt al wel een heel stuk beter. En ik weet wel dat de andere mods ook nog steeds zijn die hetzelfde probleem hebben. Het is gewoon een arc issue. Maar als iets aangeeft van ik ga daar snappen, snap daar dan ook. Ga niet in één keer random ergens anders snappen. En hier kunnen jullie zien hoe lastig het was om op Mropsy te rijden. En enigszins de goede hoogte te kunnen pakken. Ik had misschien op een andere dino kunnen gaan zitten. Maar er is geen enkele dino van mij met die zoveel kan tillen als dat Mropsy kan. En Mropsy is niet het meest wendbare. Maar dus wel de enige die of dat mij zou kunnen tillen met zoveel bouwmaterialen. En anders hadden we steeds weer moeten dismounten. Dus was het evenveel werk geweest. Hier hebben we in ieder geval de ceilings erin. Nou gaan we nog weer railings plaatsen. En ook hier was het makkelijker geweest als ik die ceilinglaag erboven weg had kunnen halen. Of weg had gehaald. Want dan hebben deze fences maar één snappoint in plaats van twee zoals dat ze nu hebben. Deze laag wil dan nog wel aardig. De laag hier bovenop wordt dan weer een heel stuk minder. En op dit moment is het nog steeds, ben ik van mening, omdat ik die binnenste muren één laag te ver naar buiten heb geplaatst, wordt het een hele grove beeld die niet hoog genoeg is voor de breedte die of dat die heeft. Alleen op dit punt, ik heb besloten om het zo te laten. Het duurde mij ook al allemaal zo lang met het bouwen. En hier was ik er al achter dat ik grotendeels van mijn beeldmateriaal niet kon gebruiken. Omdat ik net de verkeerde kant op had genomen. En misschien was ik wel een beetje gefrustreerd. Wat erbij hoort, want ARK is frustratie evolved. Geloof mij maar. Jullie hebben dat punt allemaal meegemaakt. En vooral als je dan enigszins een beeld in je hoofd hebt. Dat dan ook nog niet wil lukken. Damn it. Maar het eindresultaat mag er zijn. En het idee wat ik ermee had. Is eigenlijk wel heel erg vet geworden. Hier gaan we nog met het S Plus Double Doors. Wat ook weer iets te veel snap points heeft. Want damn it. Ik had die ceilings misschien helemaal niet moeten plaatsen. Dan was dit ook een heel stuk makkelijker geweest. En ik heb met het plaatsen van die buitenste ring met ceilings, is er af en toe eens een keer een ceiling verkeerd gesnapt. Die kon ik dan niet zo snel weer vinden. Maar hier met het plaatsen van die double doors kom ik er uiteindelijk achter. Volgens mij zit dat niet op opname. Maar kom ik er uiteindelijk achter waar die ceilings eens heen zijn gegaan. En dat zijn juist de plekken waar of dat nu de double doors niet goed willen snappen. Want daar is er nog weer een dubbele snap point. Nou, rechts in beeld door die double door heen kun je zien dat daar de ceiling dubbel gesnapt is. Maar dat, nee, ik heb dat niet meer in de opname. Hier ga ik dan nog weer bezig met het dakje er bovenop. En hier probeer ik ook nog enigszins weer een snap point te vinden. Wat alweer lastig is. En hier plaats ik dan nog weer een ceiling. Later kom ik daar nog weer op terug. Want doordat ik deze extra ceiling plaats, geeft dat weer extra snap points. Waardoor je nog weer vaker op Q moet drukken. En hoe minder snap points, hoe beter. Dus die ceiling niet plaatsen was een beter idee geweest. En yep. Oh yes. En nu kom ik er als het goed is achter dat die ceiling weg moet. En dat we nu, vind ik, een ritme in het plaatsen. Boom. Gewone. Triangle. Let's go. Gewoon.
Yes! Dit gaat goed, dit gaat lekker. Een triangle, een gewone, een triangle, een gewone. Oh, het, buiten de opname om heb ik nog geprobeerd om deze ceiling en die wall weg te halen. Dus ik heb wat ik nu allemaal plaats, heb ik allemaal nog weer weggehaald. Om te kijken of ik die ceiling en die wall weg zou kunnen halen. Dat het zou snappen aan de double door frames. Daar snapt het niet aan. Dus die ceiling en die wall die jullie nu zien, die zal moeten blijven zitten. Waardoor ik dus later ook besluit om dat ook helemaal rondom te gaan maken. Niet dat dat dan weer nodig was, maar dan ziet het er weer beter uit. Dan ziet het er beter uit, of ziet het er meer uit als een geheel. En ik wou hier ook veel combinaties maken met materiaal. Met zowel adobe als stone als wood. Vaak complementeert het elkaar en ik denk dat wij nog stone pillars hadden moeten gebruiken bij de toren beneden. Maar dat gaan we doen in ons volgende ontwerp. Dat gaan we in dit ontwerp niet meer doen. Ik ga hier denk ik ook niet meer te veel aan veranderen. Want ik ben nog steeds sterk van mening dat wij gaan verhuizen. Dus ik denk niet dat het nog nodig is om deze toren nog te gaan updaten. Of hier nog wat aan te gaan veranderen. In ieder geval leggen wij nog een finishing touches nu eraan. En natuurlijk val ik door dat gat heen. Ik heb een paar keer proberen te voorkomen. Maar het kan niet anders dan dat ik er doorheen val. Hier zien jullie dat ik overal die ceilings en die walls heb geplaatst. Ik denk dat het er wel schattig uitziet zo met het stone ceiling. Misschien hadden we daar nog weer tests kunnen gebruiken. Maar dat kunnen we in de volgende beeld gaan proberen. Ik heb er nog weer heel veel ideeën voor. In ieder geval probeer ik hier nog even te haasten voordat de nacht invalt. Want anders moet ik weer zo lang wachten voordat wij het opnemen af kunnen maken. Daar zien jullie de ondergaande zon. En wauw, deze map is geweldig. Ik probeer jullie het beeld nog wat te laten zien. En ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Vooral die combinatie van materialen. Stone, adobe, wood. Misschien hadden we nog thatchers daar kunnen gebruiken. Dat hadden we kunnen doen. Maar in ieder geval voor nu. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.